Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video op mijn kanaal. Mijn naam is Manon en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb vandaag voor jullie weer een Zara shoplog. De vorige video was ook weer een Zara shoplog. Mocht je die nog niet gezien hebben, zal ik die linken in de beschrijving. Ik zag weer zulke leuke items dat ik dacht van ik moet gewoon echt een nieuwe shoplog voor jullie filmen. En ik heb een stuk of 11, 12 items. Ik heb ook nog een hele leuke samenwerking die ik met jullie ga unboxen, dus... Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En als je zin hebt in deze video, doe vast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou het heel leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Dat zal ik even hiernaast zetten. En dan gaan we beginnen met de video. Voordat ik ga beginnen met de Zara items, ga ik jullie even iets heel leuks laten zien. Ik heb dit pakketje opgestuurd gekregen van Fastly. En Fastly is een sieraden webshopje op Instagram. Ik zal het hier ook even in de beschrijving linken. En zij heeft mij een paar oorbelletjes opgestuurd. Heel erg leuk. Ik zal even laten zien. Ze heeft er een heel leuk kaartje bij gedaan. Met de tekst erop. Super lief. En ik heb hier ook nog een stickertje. Ook heel erg leuk. En dan heb ik hier het pakketje. Ik had het al wel opengemaakt om te kijken. Maar in ieder geval, ik vind het wel heel leuk dat ze zo'n papiertje erom heeft gedaan. Ziet er wel netjes uit. Ik heb hier het visitekaartje. Nice to meet you. En de Instagram staat erop. En de website. En het mailadres. Dan heb ik hier een zakje met daarin de oorbelletjes die ze heeft opgestuurd. En die kleintjes heb ik nog zelf erbij besteld. Dus ik zal het heel even openmaken voor jullie. Ik zal als eerste de wat grotere laten zien. Ze zijn rechthoekig. Ik weet niet of je het goed kan zien. En er zitten allemaal steentjes op. Ik vind ze echt super mooi. En deze heb ik dus ook in het klein. Ik zal er even eentje laten zien. Kijk, deze heeft ook van die steentjes. Echt super mooi. En ik zal hier even een plaatje in beeld zetten, want ik zag die combinatie en ik vond die echt super leuk. Dus ik heb die kleintjes ook erbij besteld. En die grote dan heeft ze dus opgestuurd daarbij. Ik zal ze ook heel even voor jullie indoen. Oké, ik heb de oorbelletjes in en ik vind het echt super mooi. Ik vind het vooral heel erg leuk dat je ze met z'n tweeën kan dragen en los van elkaar. Ik zal ook heel even inzoomen. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar ik vind ze echt zo mooi zo bij elkaar. En mijn oor is een beetje groot omdat ik bijna nooit eens in dat tweede gaatje doe eigenlijk. Maar ik vind ze echt zo mooi gewoon. Ja, ik vind ze echt heel mooi. Echt super bedankt, Fastly. Ik hou ze denk ik lekker in. Ik vind ze echt heel mooi. Het is ook echt hele goede kwaliteit. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Die zal ik hieronder even in de beschrijving zetten. Dus mocht je het leuk vinden, zou ik even een kijkje nemen op hun Instagram en op hun website. Ik zal ook even aanbeelden maken en in de beschrijving alle linkjes zetten met de maten erbij. En dan gaan we door naar het eerste Zara item. Het allereerste item is dit superleuke crop topje. Dit is een tanktop met een ribstofje zoals je misschien kan zien. Hele mooie ribbeltjes. De kleur is echt fantastisch. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik hou hier zelf wel heel erg van dat beetje wat fellere blauw turquoise-achtig. Zoals je ziet heeft hij hele mooie knoopjes. Die kun je ook gewoon open doen tot zover je wilt. Ja, verder valt deze wel krot. Ik heb een maatje S en deze was 15,95. Dan gaan we door naar het volgende item en dat is dit superleuke jurkje. Dit is een beetje een satijnachtige stof en hij glimt ook een beetje. Echt een hele mooie blauwe kleur. Ik heb zelf nog niet echt van dat blauw in mijn kast, want normaal draag ik niet echt blauw. Maar ik vond deze kleur ook heel leuk. En hij heeft hier van die knoopjes en hij heeft hier ook een elastieke band, zodat hij een beetje getailleerd blijft. En het rokje is dus een overslag zoals je kan zien. Die kun je gewoon zelf zo strak maken als je zelf wilt. Ik heb dit jurkje in de maat XS en hij kost 39,95. Het volgende item is een crop top. Deze heeft een hele leuke off-shoulder
En heeft ook van die pofmouwtjes. En zoals je ziet heeft hij hier ook zo'n elastiekje. Hele leuke bloemenprint. En hij heeft hier een soort van flapje. Hij is wel echt heel erg kort. Ja, hij is wel echt leuk. Dus je kan hem zeg maar zo dragen of off-shoulder. Deze moet ik wel even aanzien, want ik wil niet dat zeg maar crop tops heel erg kort zijn. Maar dit is vooral heel leuk op deze witte broek of zo. Of gewoon een spijkerbroek. Ik vind het wel een heel apart topje met een hele mooie bloemenprint. Het is wel een keer iets anders en niet zo standaard. Hou ik wel van. En ik heb deze dus in een maat S. En deze was €25,95. Dan gaan we door naar het volgende item. En dat is dit overslagjurkje. En ik zie nu al dat hij heel erg doorschijnt. Ik weet niet of je het kan zien. Maar hij is dus oranje met een soort van bruinachtig. En rood. En dan is hij geruit. Ik vind hem wel heel leuk. Maar hier moet dus echt wel iets onder. Ik dacht dat dit, hier staat op de Carla dress. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier dan onder moet doen. Dan moet ik heel even kijken met het aanbeeld. Maar in ieder geval, ik heb deze dus in een XS. En deze is €39,95. Dan gaan we door met weer een jurk. Ik heb best wel veel jurkjes besteld. En ook heel veel rood en groen. Dat is dit jurkje. Ik vind deze echt wel heel mooi. Ik heb deze expres in een maat groter gepakt, omdat deze volgens mij best wel klein valt. Het printje, ik weet niet hoe je dit noemt, maar ik vind het echt super mooi. En het glanst ook. Hier is hij zeg maar met twee van die touwtjes, zodat je hem kan aantrekken. Verder heeft hij verstelbare bandjes aan beide kanten. En dit is de achterkant. En hij loopt zeg maar een beetje losjes uit. Wel heel mooi denk ik. Dus ik heb deze in een maatje S. En deze was €29,95. Het volgende item is een two-piece setje. En ik heb hier een rokje en een topje van. Allereerst dit topje. Dit is het topje. Hele mooie roze kleur. Hooggesloten, een soort van gekropte tanktop. En aan de achterkant gaat hij met knoopjes open en dicht. Super mooi. En daarbij heb ik ook nog een bijpassend rokje met ook dezelfde knoopjes. Echt heel leuk. Wel een kort rokje denk ik. En dit is de achterkant. Hij heeft hier ook een ritje. Dat is wel heel gemakkelijk. Want die knoopjes kun je gewoon... Ja, je kan die wel zeg maar een soort van open doen. Maar ja, dat heeft toch geen nut. Dus dit is dan een setje. En ik heb het rokje in een maatje XS en was €19,95. En het topje is ook in een XS en was €15,95. Het volgende item is deze hele leuke jurk. Al ben ik niet zo weg van het model, denk ik. Want het valt een beetje als een A-lijn. En meestal kan ik dat niet zo hebben. Maar in ieder geval heeft hierboven dus aan beide kanten zo'n soort van strikachtig iets. Zoals je kan zien. Hij heeft een V-hals en aan de achterkant is hij zo open. Hij heeft wel echt een hele mooie print. Ik hou daar echt wel van. En het is eigenlijk ja een soort van A-lijnrok, maar hij loopt een beetje wijder uit. Ik vind het wel heel leuk. Dus wie weet staat het me wel heel leuk. Ik heb deze in de maat XS en deze is €49,95. Het volgende
item is deze leuke jurk. Deze stof is echt gewoon een blouse stof. En hij is best wel fel rood, zoals je kan zien op beeld. Ik vind het echt super leuk dat hij hier zo gedrapeerd is. En dit, hij heeft verder geen knoopjes of zo. Dus ik vind het wel heel erg leuk. En volgens mij valt hij ook wel echt lang genoeg. Hij heeft gewoon lange mouwen. En dit is de achterkant. Hij moet wel echt even strik worden. Maar goed, ik heb deze in de maat XS. En deze was 49,95. Dan gaan we door naar weer een jurk. En deze is een beetje uit mijn comfortzone. Want dit is een wat langere jurk. En hij heeft een tie-dye print. Maar ik hou hier op zich wel van. Hij is wel echt heel lang. Dus daar moet je wel van houden. Ja, ik vind dat leuk, dat tie-dye. Allemaal een beetje pastelkleuren. Ja, heel leuk. En dan die bandjes kun je ook even stellen aan beide kanten. Ik vind het helemaal leuk. Dit is ook heel mooi voor op het strand of zo. Deze jurk heb ik in een maat XS en was 39,95. Het volgende item is een rokje. En ik vind dit echt een superleuk rokje. Het is hier aan de bovenkant, volgens mij noem je dit gesmokt of zo. In ieder geval zit het wel heel erg mooi rond je taille. En aan de onderkant, ja, dit is toch superleuk. Heel mooi printje ook. En dan hier zo die geborduurde details erop. Ja, ik hou hier wel van. Superleuk rokje voor in de lente en zomer. Ik heb deze in de maat XS en deze was €39,95. Dan gaan we door naar het allerlaatste item en dat is ook weer een jurk. Ik heb echt heel veel jurkjes. En dat is dit jurkje. En ik zie dus nu aan de achterkant dat hij dus een open rug heeft. Wat ik dus van tevoren niet had gezien. Ik weet eigenlijk niet of ik dat heel leuk vind. Ik heb eigenlijk nooit topjes met open rug. Ja, voor de rest. Hij is hier aan de voorkant, zeg maar, heeft hij een soort van elastiek. Dat hij zo, hoe heet dat? Gesmokt. Weet ik veel. In ieder geval dat hij zo een beetje geribbeld is. En dan heb je hier van die touwtjes. Deze kun je helaas niet verstellen. Hier aan de achterkant kun je hem zeg maar wel strakker knopen. En hij heeft hier bij je rug heeft hij wel zo'n elastiek. Dus dat is wel fijn. Ik denk wel dat hij heel leuk is. Want de onderkant heeft dus van die roesjes. Ik vind het printje heel erg leuk. Dus in principe, ja, je moet het denk ik even aanzien. Ik vind deze wel heel erg mooi. En ik heb deze dus in de maat S en deze was 29,95. Dan waren dit alweer de items van deze shopblog. Ik hoop dat je de video heel erg leuk vond. If zo, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. En ik zou het heel erg leuk vinden als je mij gaat volgen op Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!